Hallo mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Disneycraft. Ik heb hier weer een afspraakje met iemand. Even kijken met wie dit keer. Nee, niet met jou. Nee, ook niet. Nee, ook niet met een... Ik kan me niet een beer herinneren. Nee, dus er vallen al heel veel mensen af hier. Even kijken hoor. Nee, met jou hebben we vorige keer gehad, grap. Hey, een bloemetje. Bij wie hoort dat bloemetje? Bij jou ook, Ram? Nee, maar ik heb met een dame een afspraak. Jij bent geen dame. Even kijken hoor. Oh, Joelle! Hallo! Hallo, jij bent aan de beurt dit keer. Ja. Zullen we maar gelijk gaan? Ja, is goed. Goed dat je er bent. Ik dacht van ik ben op tijd. Jij bent ook altijd van ik ben op tijd. Dus ik dacht, nou, waar was je nou? Maar het is helemaal goed gekomen dus. Ja. Nou, en Joelle, waar gaan we naartoe? Oh, dat mag je natuurlijk niet zeggen. Nee, inderdaad. Nee. Maar, nou, vertel. Hoe ben je terechtgekomen in Disneycraft? Ja, eigenlijk door een vriendin. Door een vriendin? Toevallig, is dat ja. Brit toevallig? Nee. Nee, niet Brit. Dat is China Girl. China Girl? Ja. Waar komt zij vandaan? Ja, jij moet voorop lopen, hè? Jij moet voorop lopen. Ja. Ik weet niet waar ik naartoe moet. Toen ben je dus hier opgeraakt op deze server via haar. Ja. Zij zegt van kom eens spelen, want Disneycraft is die hele lelijke server. En toen dacht je van, hey, kijk, we gaan er eens even op spelen. Nou, leuk om te horen. Ja. En toen, toen werd je verslaafd of wat? Ja, verslaafd, ja. Een soort van? Ja, een soort van. Oké, tot de dag van vandaag inderdaad. Je hebt ook een bloemetje helemaal vastgelijmd aan je... Ja, eigenlijk hoort een bloemetje wel een beetje bij je vrouw. Of heb je het stiekem een beetje van Grapfloor? Ja, een beetje. Oh, kijk nou. Grapfloor, een goed voorbeeld. Ik weet niet waar ze is, Floor. Maar als ze het hoort of ziet, dan weet ze in ieder geval dat het heel erg spannend is dat zij dadelijk... Hè? Zij daar de bloem heeft doorgegeven. Zelfs Okram heeft het. Oh, jij moet voor. Ik loop weer achter jou. Ga maar doorlopen. Ik loop achter je. Ja. Ik ben erg benieuwd van. En wat is jouw favoriete attractie hier, Floor? Jeetje. Ik zeg veel te vaak Floor. Dat komt door de bloemetje. Ik ben helemaal. Ik kijk gewoon niet meer naar de bloemetje. Joelle, wat is jouw favoriete attractie? Ja, ik vind Wonderworld echt een hele mooie attractie. Hoe en weet toevallig... je dat nou? Het is een onderhoud. Ja, dat wilde ik vertellen. Oh, kijk. Ik haal de woorden uit je mond. Nee, inderdaad. Maar jij denkt dat hij inderdaad nu nog mooier gaat worden dan hij al is. Ja. Oké, ja, dat is voor ons ook altijd spannend. Want we zijn inderdaad nog even mee bezig met die attractie. Ik loop weer voor je. En... Dat geeft niet, hoor. Ja, ik weet niet. Ik ben je gewoon graag voor. Ik ben gewoon te nieuwsgierig waar je naartoe gaat. Heel spannend. En ook al die mensen die met je meelopen. Ja. Hele groepje. Die is gewoon benieuwd natuurlijk. En even kijken hoor. En ja, je vindt Wonderworld een mooie attractie. En is er nog een heel mooie attractie die je denkt van... Nou, of die is wel heel mooi. Die niet in onderhoud is. Weet je er nog? Ja, ik vind de ondergang ook wel heel mooi. De ondergang. Die is ook helemaal vernieuwd inderdaad. Ja. En wat vind je het mooiste aan de ondergang? Gewoon alles. Alles, kijk, lekker breed gedacht. Alles. Ik ben heel benieuwd waar je naartoe gaat, want je loopt nu langs mijn favoriete plekje. Dit is mijn favoriete plekje. Meen je dit? Wat toevallig. Ja. Dit is ook mijn favoriete plekje. Geef een high five. Waar ben je? Met de bloem. Zo, ja, ik heb dan geen bloem, maar oké. Dit is inderdaad ook mijn favoriete plekje. En vooral door deze pleet, want er komt de magie uit deze bomen geknald. Ja. Heerlijk. En hier staat ook Sneeuwwitje met een appeltje. Ze heeft hem gelukkig nog niet gegeten, maar wie weet is ze dat wel van plan. En ik zie hier Alice staan. En Alice die staat hier ook maar een beetje stil. Hè? Die is gewoon aan het entertainen. En als er iemand langskomt, dan zegt ze vriendelijk gedag. Wauw. Ja. Maar dit is inderdaad een heel mooi plekje. Ook een vernieuwend plekje, want ja, inmiddels staat dit er alweer een tijdje. Maar dit is inderdaad nieuw bijgebouwd, want dit was vroeger een pad. Vanaf naast het reuzenrad wat je hier ziet, dus dit rechte pad, dat liep helemaal rechtdoor hier zo naar de Simba. Dat was één recht pad en nu is daar een heel leuk pleintje bij gemaakt met bergjes en boompjes. En je ruikt ook de frisse natuur, hè, als je hier je neus... Ja, heerlijk. Neus, heerlijk. Zo. Oh, lekker de frisse lucht hier. Nou, Joelle, bedankt voor het melden. En wie weet zien mensen jou wel heel snel in Disneycraft, toch? Ja. Nou, doei doei! Doei doei! Doei doei iedereen!